Haatcomments. Je kan niet dansen. Jij bent... zullen wel weer kankerkneus. Lelijk. Je bent valdoos. Wat doen zulke haatcomments met je als je bijvoorbeeld influencer bent? Omdat er dan wel toch een onzekerheid naar boven kon komen. Ik ga het met je hebben over online haat. Want wij bij NOS Stories, influencers en verschillende managementbureaus zien het aantal haatcomments toenemen. We zoeken uit wat het zien van zulke reacties met je doet, maar ook wat de impact is als je ze krijgt. Dat maakt me wel een beetje verdrietig. Ik krijg wel een beetje minder hoop in de toekomst en in de mensen. En waarom zou je dit soort reacties plaatsen? Mensen in de commentsecties om die te laten lachen en ja, ik vind het zelf dan grappig. Zien jullie wel eens haatcomments online? Ja, zeker. Op Instagram of TikTok wel eens. Heel vaak zelfs. Ja, gewoon niet aardige dingen. Over bodyshaming. Over gewicht of hoe die persoon eruit ziet. Zo kun je niet reageren onder iemand. We zien het onder onze post heel veel. Nare reacties en jongeren die elkaar met woorden afmaken. Oké, haatcomments, even kort. Dat zijn negatieve reacties over hoe iemand eruit ziet, iemands huidskleur, maar ook over wat iemand bijvoorbeeld doet of vindt. En het lijkt bij ons steeds meer te worden. Daar hoor je later in deze video meer over. Discriminerende comments, bedreigingen, beledigingen, persoonlijke aanvallen, ja, dat halen we weg. Dat het toeneemt, merken ook de mensen die onze vragenlijst hierover invulden. We vroegen hoeveel haat jullie zien en wat jullie van zulke reacties vinden. Sommigen vinden haatreacties grappig. Maar de meesten die onze vragenlijst invulden, noemen die nare comments vooral dom, irritant en heftig. Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting, maar ik vind het gewoon niet zo netjes en niet zo chic. Ik vind niet kunnen, ja. Heel simpel. Ja, niet leuk, gewoon dom. Hou het bij jezelf, waarom moet je het zeggen? We vroegen het ook aan influencers. Ruim 60 bekende contentmakers en 10 grote managementbureaus. En veel zeggen dat het steeds meer wordt. Stel, je komt online en je ziet dat je zoon dit post. Pleur op, irritante trut. We praten met Mark en Julia, die allebei miljoenen views hebben op social media. Je lijkt op een lesbienne. Hoe kan deze jongen geen schaamte voelen? Kan iemand dit domme kind van het internet halen, zonder van de data? Hoe voelt dat voor jou? Ja, het is niet leuk om te lezen. Maar ik kijk er ook niet meer echt naar om, nee. Zij moet een keer keihard van achter genomen worden, misschien dat ze dan een keer haar bek houdt. Ja. Wat doen dit soort comments met jou? Hoe heeft jouw moeder jou opgevoed dat jij denkt dat het oké is om dit onder een random jong meisje te plaatsen die je niet kent? Als volwassen man, dan denk ik, dan spoor je niet hoor. Dus ik denk dat ik wel tientallen berichten per dag krijg. Privéberichten, comments onder mijn video's, ja eigenlijk van alles wel. Hoe is dat voor jou? Hoe voelt dat? Nou, ik moet zeggen, ik had er op het begin wel heel erg veel moeite mee. Omdat ja, ik was helemaal nieuw in het wereldje. En ik dacht van, wat overkomt me nou? Alleen, ja, ik ben er wel een soort van mee leren omgaan. Ja, ik vond dus bijvoorbeeld, als ik volop werd uitgescholden zonder reden, dat deed iets minder met me. Maar echt onderbouwende haatcomments, dat deed dan meer met me. Omdat er dan wel toch een onzekerheid naar boven kon komen. Want waar ging dat dan bijvoorbeeld over? Bijvoorbeeld over mijn scheve neus of over mijn geaardheid. Dat mensen dachten dat ik dit en dit was, weet je? En dat zet je wel aan het denken of zo. Die negatieve blijft op een of andere manier bij, terwijl die 100 positieve, die hebben zoveel meer betekenis voor je. Toch, die negatieve, het is jammer. En dat maakt het gewoon stom, ja. Ook veel andere influencers zeggen dat het eens klaar moet zijn met online haat. Online haat heeft me heel erg aan mezelf laten twijfelen. Twijfelen of ik wel goed genoeg ben zoals ik ben. Of ik wel mooi genoeg ben. Of ik wel mag bestaan überhaupt. En dat er zo steeds weer pestgedrag online ontstaat wat gewoon niet oké is. Dat alleen maar naar elkaar vuren van beide honken waar je ook staat en wat je nou ook vindt, dat nooit zin heeft. Bij mijn eigen video's valt het altijd wel mee hoeveel haat ik krijg. Maar zodra ik dan ergens anders te zien ben, dan is het gelijk homo, homo, homo. Ja, ik snap het niet. Het zijn allemaal van die internethelden. Zonder profielfoto, zonder normale naam. Nu zul je misschien denken, bij grote contentmakers horen haatcomments er nu eenmaal sneller bij. Maar uit onze vragenlijst kwamen ook honderden verhalen van jongeren die geen influencer zijn en die wel haat kregen. Ik plaat wel eens gewoon zeg maar een beetje domme, grappige TikToks. Ja, ik ben non-binair, dus ik ben geen jongen en geen meisje, iets ertussenin of erbuiten. Ik heb deelgenomen aan het programma De Slechtste Chauffeur van Nederland. Ik heb wel eens gewoon reacties gehad of zo van, dit is echt helemaal niet grappig. Meestal persoonlijke aanvallen richting mij, dat ze het niet vinden dat ik
er moet zijn zoals ik ben. Dat ik heel gevaarlijk was en dat ik dom was. Wensen van, ik hoop dat je jezelf doodrijdt. In het begin werd ik er wel elke keer als ik het zag heel verdrietig van, maar nu ben ik meer gefrustreerd als ik het zie. Maar waarom zou je dat dan zeggen? Want voor jou lost het niks op en voor die persoon is het ook heel naar. Ook als je geen haatcomments krijgt, kan het zien van zulke reacties grote impact op je hebben. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die haatcomments alleen maar lezen, zelf ook last kunnen krijgen van een somber of depressief gevoel. En dat kan er ook toe leiden dat ze zich sociaal terugtrekken of helemaal niks meer plaatsen uit angst voor haat. Straks spreken we met jongeren die zulke haatcomments plaatsen. Ja, niemand wil jou, want je bent super dik. Waarschijnlijk heb je nog nooit gehoord van een sportschool. Ik kan het je aanraden. Maar eerst, waar komt die toename van haatcomments eigenlijk vandaan? Ik vroeg het aan iemand die er alles van af weet en zij zegt dat algoritmes een belangrijke rol spelen. Je ziet niet meer van wat je volgt, wat je hebt gekozen om te volgen, maar je ziet wat het algoritme denkt dat jij leuk vindt. En dat betekent dus ook als je maker bent, dat je dus niet alleen maar je volgers kunt bereiken, maar ook mensen die jou niet volgen. En als je dan een video maakt die viral gaat, zoals dat heet, dan krijg je heel veel mensen die jou niet kennen, die jouw video's zien. Ze voelen zich misschien anoniem, ze kennen jou niet, dus dan denken ze dat ze je makkelijker kunnen uitschelden of gemene comments achter kunnen laten dan als ze je wel kennen of jij hun wel kent als maker. Dat merken influencers ook. Daardoor belanden hun video's ook regelmatig bij mensen die hun content helemaal niet leuk vinden. TikTok heeft dat ook zelf gezegd, dat ze af en toe content uittesten bij nieuwe doelgroepen. Dus als jij iets maakt, dat je niet bij je eigen volgergroep terechtkomt, maar bij een compleet andere volgergroep, die bijvoorbeeld van sla houdt, terwijl jij iets over, vlees vertelt. En dan kan je haat over je heen krijgen inderdaad. En dat is misschien wel iets waar TikTok of waar de algoritmes op kunnen letten. Of meer kunnen leren, data kunnen verzamelen over welke groepen dan wel of niet samengaan. Bij NOS Stories zelf zijn we ook bezig met de comments. Zo hebben we elke dag iemand beschikbaar die reacties bekijkt en ze soms ook verwijdert. Ook regelmatig Lisanne, met wie ik ook aan dit verhaal heb gewerkt. Lisanne, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, eigenlijk als we een video plaatsen, zoals hier, dan checken we regelmatig de comments. We vinden het heel belangrijk dat het een veilige omgeving is. Een mening geven, dat mag, maar het moet niet te ver gaan. Dus eigenlijk discriminerende comments, bedreigingen, beledigingen, persoonlijke aanvallen, dat halen we weg. En lukt dat ook een beetje? We halen echt heel veel weg, maar we zien ook niet alles, helaas. Maar we doen ons best. Top, dankjewel. Kun jij weer verder met het CM? Ja, dankjewel. Oké, die comments die komen ergens vandaan. Waarom zou je dat eigenlijk doen, zo'n gemene reactie plaatsen? Puur om de mensen in de commentsectie die daar dan kijken, om die te laten lachen. En ik vind het zelf dan grappig. En misschien kan hij er ook om lachen, misschien doet hij er wat mee, misschien ook niet. Je kan altijd je hart luchten of dat nu positief is of niet. Soms wordt er haat geplaatst via anonieme accounts. Maar Tristan en Dirk die doen dat niet. Wat voor soort comments plaats jij bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, niemand wil jou, want je bent super dik. Je kankermoeder. Waarschijnlijk heb je nog nooit gehoord van een sportschool. Ik kan het je aanraden. En wij hebben met best wel wat jongeren gepraat. Ook jongeren die haatcomments krijgen. En ja. Zij zeggen ook best wel vaak dat veel met hun doet. Doet dat dan iets met jou? Nee, eigenlijk niet. Ik scroll gewoon verder en dan ben ik het zelf weer vergeten. Maar misschien zien die persoon het natuurlijk zelf, maar... het is maar wat je ermee doet, zeg maar. Weet je, je kan het negeren of je kan het ook natuurlijk gewoon oppakken. Iemand kan zoiets lezen en er helemaal van de rel van zijn. Maar je kan het ook lezen en denken... Oké, jij bent maar een snotjoch wat typt op zijn iPad of op zijn telefoon. Wie ben jij om mij wat te vertellen? Dit soort dingen die je daar online tegen mensen zegt. Doe je dat op straat ook bijvoorbeeld? Ik probeer het wel te sugarcoaten, dus wat aardiger over te brengen. Als ik gewoon een persoon zie die ik denk van zij is echt dik. Dan denk ik niet echt van ik ga het gewoon recht in haar gezicht zeggen. Ook al heb ik wel de neiging om dat te doen, maar het is natuurlijk iets anders. En waarom is het anders? Nou, omdat je meteen die persoon ziet, dan vind ik het wel gewoon zielig, weet je wel. Ja, maar eigenlijk is het verschil daarin dus dat online... En offline, het doet eigenlijk hetzelfde met die persoon, maar jij hebt de gevolgen er niet van. Want jij ziet niet wat het op dat moment doet met iemand. Ja, er zit wel een verschil in, zeg maar. Maar ook weer niet, want ik snap wel dat die persoon, het zal wel iets met die persoon natuurlijk doen. Misschien, want ik zeg, zoals ik zeg, het ligt natuurlijk aan die persoon wat hij ermee doet, weet je wel. Deze video waar jij dan in komt, daar gaan waarschijnlijk ook comments onder komen. Negatieve comments over wat jij weer doet. Ben je daar niet bang voor? Nee, totaal niet. Als ze mij om de dingen die ik doe een
vervelend persoon vinden, dan staan zij in hun goed recht om dat te mogen vinden en daar wat over te zeggen. Ik ga niet naar de comments kijken, want misschien krijg ik wel haatcomments, maar ik ga er natuurlijk niet naar kijken, want het zal me oprecht ook niks boeien, zeg maar. Vanuit filmmakers is er kritiek op Instagram, TikTok en YouTube. En daarom namen we contact op met de social media bedrijven. De platforms zelf zeggen dat zij miljoenen comments weghalen. Bijvoorbeeld gemene reacties, maar ook discriminerende en seksistische comments. En dat blijkt ook uit hun cijfers. Maar toch staan er nog veel gemene comments online. Kun je verder eigenlijk nog iets doen? Wat ik probeer is te negeren en lekker door te gaan en naar de positiviteit te kijken. Ja. Zijn er ook momenten geweest dat je dacht van ik ben er klaar mee, ik stop nee. er misschien mee? Nee, zeker niet. Ik ben power. Ik laat niet negatieve mensen mij naar beneden halen, nee. Als je mening ventileert online, dat je even goed nadenkt over wat je zegt. Ik zou ervoor pleiten om gewoon die anonieme accounts te verbieden. Laat mensen gewoon met hun echte naam reageren. En ik zeg altijd, zeg online geen dingen die je in real life ook niet zou zeggen. Jij zou het ook niet leuk vinden als er zoveel op je wordt gehaat. Dus probeer andere mensen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. De platforms zeggen dat makers het beste vooraf comments kunnen filteren. Op bijvoorbeeld scheldwoorden, zodat er uiteindelijk minder haat onder de video's verschijnt. Kortom, haatcomments hebben behoorlijk wat impact. Op influencers, maar ook op jongeren die het voorbij zien komen of zelf haat krijgen op een post. Platforms halen haatcomments weg, zelf kun je reacties filteren, maar een echte oplossing die is er niet. Voor nu blijven wij de comments checken, dus laat even een lieve comment achter. Scheelt ons weer werk en vinden we leuk. Doei!